Er was in de Zaanstreek weer een samenkomst van kunst- en cultuur-diehards. Alice van Atten, Jacob Spaander en natuurlijk de wethouder kunst en cultuur Annette Baarveld. Ze kwamen naar de onthulling van Zoemende Zinnen in Poedenburg. Het jongtalent Dua mocht met de wethouder het lintje doorknippen. Of zij later ook de pen gaat hanteren, moet afgewacht worden, maar het begin is er. Verbinding, verdieping en woordkunst komen hier samen. Maar eerst het woord aan Jacob Spaander. Goedemiddag allemaal, leuk dat jullie er zijn. Wat is nou mooier om een gedicht te openen? En dan kan je het beter lezen inderdaad. Zal ik hem een beetje zo houden dat jij hem openknipt? Samen met de wethouder. Ook heel belangrijk. Maar Doa kan het prima alleen. Als wij het lintje gewoon een beetje eraf halen. Nou, dan gaat hij, Doa. Oh, kijk eens. Nou. We moeten het even goed strak houden. Ja. Zo. Ja, nou, gelukt! Doa, je bent niet alleen een dichteres, je bent ook nog een leuk hoor. Ja. Kom, we beginnen. Ja? De koe staat in de rij. Wat ben ik blij. De koe is heet in het zonnetje. Eet lekker koud gras. Nou, prachtig. Ja. Ja, net een paar van wil natuurlijk ook iets zeggen. Als je daar op de taal afsluit, denk ik, ja, dat is heel mooi. Hè? We spraken net met elkaar. En je kan toch wel zien, ik ben wethouder kunst en cultuur. En kunst en cultuur klinkt altijd heel ingewikkeld. Maar als je ziet hoe Doel het neer kan zetten, dat is ook kunst en cultuur. En wat je dus ook ziet is dat kunst en cultuur, nou, het helpt om je talenten te ontwikkelen. Nou, ik denk dat we in Doa een hele goede dichteres hebben gevonden al. Dus wij verwachten nog wel hele mooie gedichtjes van jou, denk ik hoor. Maar dat je ook ziet dat kunst en cultuur verbindt. En ik denk dat jullie dat net heel goed lieten zien toen we met elkaar spraken. Dat jullie ook, ja, ook net zeiden, we begonnen met loesje teksten, maar naarmate we met elkaar in gesprek kwamen, verdiepte dat gesprek zich. En werden het eigenlijk hele serieuze gedichten. En dan kwam inderdaad die zin van, jij zit in mijn gedicht. En jullie zaten eigenlijk allemaal in elkaars gedicht. En dat is echt ontzettend mooi. Ja, taal is ook ontzettend belangrijk, ook om je goed in uit te kunnen drukken, om inderdaad verbinding te kunnen leggen. Ik denk dat dit een heel mooi project is. Alice, Jacob, jullie hebben weer echt iets moois gedaan in de Zaanstreek. Ik ben ook elke keer weer verrast door onze woordkunstenaars, want die hebben we echt in de Zaanstreek. We hebben trouwens ook hele goede schrijvers in de Zaanstreek, dus Doa, als je nog een boek wil schrijven. We hebben echt hele goede voorbeelden hier al, dat begint met de chameleon. Van de Hotse de Roos, maar Dick Laan van Pinkeltje en zo noem het maar op. Komt hier allemaal vandaan, dus het zit hier in het DNA van de Zaanstreek. Wethouder, u staat hier voor de Zoemende Zinnen. En de winnares is toch een hele jonge teller uit de Zaanstreek. Ja, dat klopt. Ik heb net even de leeftijd gevraagd. Ze is nog maar 6. En dan schrijft ze toch al zo'n prachtig gedicht. Ja. En Zoemende Zinnen, het is ook een beetje een soort bezigheidstherapie voor in de zomer, denk ik. Nou ja, bezigheidstherapie, dat klinkt nou ook zoiets. Het is vooral bedoeld ook om te verbinden en met elkaar te genieten van de taal. En dat hebben ze gedaan in de meidenclub in Poelenburg, hè, die voor 6 tot 12 is. Dat hebben de ouderen ook gedaan. En het mooie is dat je daardoor wel echt gesprekken met elkaar krijgt, waardoor je ook echt contact met elkaar krijgt. En dat is gewoon heel goed. En het kunst en cultuur, het lijkt heel ingewikkeld, maar eigenlijk kan iedereen het. En aan de Zoemende Zinnen, ja, ik bedoel, dit zijn gewoon de kleine leuke teksten waar je gewoon al heel snel van kan gaan genieten. Dat kan ik zelfs ook trouwens buiten het reces. En dat is zo leuk van gedichten. Je neemt ze vrij snel tot je. Je kan er later nog eens over nadenken, maar ze zijn eigenlijk heel toegankelijk. Ik ben Monique Botschuiver van de Geheime Dienst en ik ben verantwoordelijk voor de vormgeving van de Zoemende Zinnen. Ja, en we staan hier voor die Zoemende Zinnen. Het is net onthuld. Ja. Wat voor inspiratie ging er aan vooraf? Ja, eigenlijk de gedichten. De vraag komt door de vormgeving van verschillende gedichten, gemaakt door verschillende mensen.
En ja, natuurlijk ook met verschillende boodschappen. En dan ga je kijken van wat zit er allemaal in. En hoe kun je dat een vorm geven zodat het bij elkaar past. Maar zodat ook alle gedichten zeg maar hun zelf de goede aandacht krijgen. Dus ik heb geprobeerd om elk gedicht een eigen vormgeving mee te geven. Ja. En zoemende zinnen, wat is nou uiteindelijk de keuze geworden? Ja, de zoemende zinnen was eigenlijk geïnspireerd ook op het idee dat alle gedichten in de wijken terug zouden gevonden worden. Zeg maar, ze zijn niet geschreven, maar ze moeten ook weer zeg maar, te zien zijn en dat het zou verbinden. En denk, ja, op het moment dat je overal een kleine poster met een gedichtje ziet, dan zoomt dat rond. Dus nou ja, zo eigenlijk. En het allitereert natuurlijk lekker.